En dus, nou, hij zei, nou, dan moet je eens naar, dan moet je wat tekenen en dan moet je dat naar de tonenstudio sturen. Nou, dat heb ik zo'n stripje getekend. En dat was goed, want daaraan kon Tonen in ieder geval zien, toen het daar binnenkwam, dat ik misschien wat voor zijn studio kon doen. En nog dagelijks worden hier nieuwe avonturen van de twee hoofdfiguren uit de al meer dan 30 jaar bestaande strip in beeld gebracht. Ja, dat is natuurlijk dat heel Nederlands, echt waar. Toon heeft de Nederlandse maatschappij in het klein neergezet. Hè? Ontzettend goed, heel knap, geniaal. Het is echt, hij is echt in 400 jaar Nederlandse literatuur letterkunde, is hij uniek. Toen deze krant van de pers liep, werd een van de eerste exemplaren aangeboden aan de tekenaarschrijver Marten Toonder, de geestelijke vader van Tom Poes en Olly B. Bommel. En dat gebeurde omdat in deze editie de 10.000ste Bommel Tom Poes strip stond afgedrukt. Een speciale strip uiteraard, waarin heer Bommel in zijn slot Bommelstein het glas heft op zijn eigen gezondheid en op die van Tom Poes natuurlijk. Dat is heel primair, hè? Heel pril. Dat heeft Bommel, dat was gewoon in het kasteel wat te huur stond, hè? Dat heeft Bommel gehuurd. En dat noemt hij dus altijd zijn voorvaderlijk kasteel. Dit is een voorvaderlijk kasteel dat opgeknapt is toen ik het kocht. Echt antiek, bedoel ik. En ik heb kosten nog moeite gespaard om het te verfraaien. Maar in ieder geval, het heeft geen Bommelstein, heeft geen vaste vorm. He? En later is dit, kijk, dit is nog een beetje die oude. He? Deze. En hier krijg je, dit is de echte vorm zoals hij uiteindelijk, dit is ook nog zit een beetje tussenin. En dit is de vorm zoals we hem allemaal kennen. En ja, daar zit een deur in als je die nodig hebt. Als je die nodig hebt, blijf eruit. Hè? De ramen ook. Als je maar vier torens heeft, dan komt het voornamelijk op neer. De dingen zijn wat puntiger geworden. Dit is één toren en die heeft ook van onderen nog eenzelfde vorm. Hè? Ik kan hem zo op een heuveltje zetten, zo meestal op een heuveltje. Dan zit hier, dit is echt een standaardvorm. Dat kan je zo doen, dat kan je ook in één lijn. En dan zit hier de kantelen. Zo. En dan heb je hier de tweede toren. Die is een beetje gelijk aan die. De torens zijn wel min of meer gelijk geworden. Ja, als je dit ziet, zou het is een soort muiderslot, ja, met die toren, met dat ding binnenin. Maar al die middeleeuwse kastelen hebben in ieder geval die vier torens. Dus daar is het vanzelf naartoe gegroeid. In het begin was het een beetje fantastisch, maar daar is hij ook vrij snel van afgestapt. Nee, de uiteindelijke vormgeving is van Toonder en het kasteel dat er op een gegeven moment stond, hè, als je tekenaar werd in deze periode en dit was het kasteel, dan moest je je daarop richten. En dan ging je niet uit zomaar uit jezelf veranderingen toepassen. Alleen als Bommel, als de toner schreef, bij de torens aan de achterkant, ja, dan ging je even vragen wat bedoel je met de torens aan de achterkant. En dan krijg je zoiets. Ja, dan dik daar is een dienstingang nu eventjes en dan moet je even dienen. Dat gebeurde ook natuurlijk, hè, maar dat hield hij echt in eigen hand. Zo is dat gegroeid, hè. Toon begon heel eenvoudig met altijd wel een buste van Bommel. De ijdelheid van Bommel. Gordijnen hier en daar. Panelen. Een beetje aankleden. Nou, ook daar is geen vaste richting voor. De ene tekenaar maakt het barokker dan de andere. Hè? Als je zei, dan loopt de trap op, dan teken je een trap. En die trap zag er dan weer zo uit en dan weer zo. En dan, ja, waar je zin in had. Dat gaf niet, als het maar een gezellige trap was. En ja, hier ook, dus dan zitten ze ineens in de trap te eten. Ja. Bij Disney had je ook altijd van die tekenfilms, Amerikaanse tekenfilms, waar het allemaal toch een beetje in het begin op gebaseerd is. Daar doen tekenen ze ook al wat ze nodig hebben. Alles vergroot en verkleind en wordt uitgerekt. Allemaal in dienst van wat er gebeurt. En dat is, dus er is geen plattegrond en die zal je ook nooit kunnen maken. En als je hem maakt, is die, ja, dan is het ook maar één plattegrond. Want ik kan er wel 10 achteraan maken die even rechtsgeldig zijn. Misschien wel 20. Dus het bestaat niet.